welkom bij video nummer 2 over mijn make-up. Er was zoveel, ik had het al gezegd, ik moest het opknippen. Dus vandaag krijgen jullie het tweede deel te zien waarin ik verder ga in mijn beauty stash. En ik jullie alles laat zien, maar ook echt alles laat zien wat ik nog heb. Maar voordat we verder gaan hoop ik dat je eerst rechts onderin klikt en daar je abonneert op mijn kanaal. Elke week maak ik een nieuwe video en dat kan over van alles en nog wat gaan, maar vooral over geluk, reizen en duurzaamheid. Goed, heb je erop geklikt? Ik hoop dat je er dan klaar voor zit. Enjoy met het tweede deel van mijn make-up stash. Volgende doos is vol met oogmake-up, dus here we go. Ik heb hier de MAC een concealer. Heel erg nodig, ik leg deze even apart, want die gaan we binnenkort gebruiken. Nou, dan ben ik gewoon met Barbara Bull. Voor mijn verjaardag gekregen. Kijk, super mooi. Mooie kleuren. Die dus langzaam vervagen. En dan heb ik dus nog eentje. En die is grijs en paars. Ik zie hier een blauwe kleur die ik van mijn moeder gejat heb. Omdat die toen heel erg goed paste bij mijn ABBA-kostuum. Dit is echt 100 jaar oud. Vast niet meer goed om te gebruiken. Maar het ruikt toch goed. En het werkt goed en ik krijg er geen last van, dus weer een concealer set, waarvan ik dus eentje al helemaal opgebruikt heb. Dat is natuurlijk de allerlichtste en de rest niet echt. Maar misschien zou ik ermee kunnen contouren, maar misschien kan ik het ook gewoon weggooien. Aangezien ik het toch niet echt ga gebruiken waarschijnlijk. En een gouden kleur ook van mijn moeder, die had op paté. Wel voor de helft nog over. Dit is voor je wenkbrauwen, dit is ook heel erg oud, ook misschien wel 100 jaar. Wenkbrauwtje. Die is van mijn oma geweest zelfs, geloof ik. Ja, wenkbrauwen moeten er helemaal bij getekend worden. Wel bij mij. Het slaat nergens op, ik heb zoveel wenkbrauwen shit daar om bij te tekenen. Ik heb hier namelijk nog één. Ook een oog. Ook een wenkbrauw set. Het is goed dat we er even doorheen gaan, jongens. Het is goed dat we dat doen, want niet alles hoef ik te houden. Ik heb hier een paars oogschaduwpotlood. Ik heb een zilveren oogschaduwpotlood. Ik heb de MAC Shade Stick. Shark Skin is dit. Dat weet ik. Omdat Lauren Look dat dus altijd aanraden. Panacea. Supermooie kleur. Van MAC. Speciaal gekocht in Berlijn. Dit oogschaduw. Eentje met drie verschillende kleuren. Dat is dus een crème. Deze gebruik ik ook enorm veel, maar hij komt maar niet op. Goud is dat dus. Staan er gewoon goed. Deze heb ik een keer gekregen. Bij een pakketje. Dat is niet dope. Oh ja, highlighting cream. Die gebruik ik wel. Wat vaker nog dan deze. Want dit is Golden Moments. Ook heel mooi. Highlighter. Deze oogschaduw. Gebruik ik dus ook eigenlijk alleen maar met carnaval zo'n beetje. Dit is dus blauw met glitters erin. Hetzelfde geldt trouwens voor deze hier. Deze bad boy. Ook weer met zo'n kwastje erin. Het is een beetje heftig om voor mij zo door de week een knalblauw. Maar ik ga proberen wat vaker andere dingen te gebruiken. Want anders komt het ook niet op, hè. Deze gebruik ik ook graag als ik uitga vooral. Dat is een soort aqua paars en wit bij elkaar. Een eyeshadow palette. Deze vind ik ook heel erg leuk. Deze doet me altijd aan de zomer denken. Een eyeshadow palette. Aloha is het. Met blauw en roze en oranje en groen. Vooral dat oranje staat heel cool en groen. Dan heb ik nog een grijze en witte oogschaduws. Een bruinige. En die ruikt niet meer goed, dus die gaat weg meteen. Nee. Deze heb ik ooit gekocht en toen de tijd weet ik nog dat die me eigenlijk helemaal niet goed stond. Is dus een beetje rozig, rozige kleur. Wat een mooie kleur eigenlijk. Oh, joh, nog meer. Wenkbrauwpoeder denk ik. Of niet? Oh nee! Dat is geen wenkbrauwpoeder, jongens. Ik krijg een dooi been. Een spijkerbroek aan die alles lekker af loopt te knellen. Nee, dit is een smokey eye set. Bruin. En dat slaat me ook beter op bruin. Oh jongens, ik heb echt poten hier die wilde me meewerken. Anyway, ik heb hier een gouden stick die ik graag gebruik om wat mooi te laten glitteren. Oeh, deze vind ik ook nog mooi, ja. Dit is een vier luik met glimmy glimmy oogschaduw.
eerst nog deze laten zien. Dit is een duo eyeshadow van Rituals. Oh, mooi blauw. Super mooi. Blauw met grijs. Met zilver. Jongens, ik heb zoveel. Jezus. Ik moet echt niks meer daarbij kopen, joh. Groot bourgeois-fan. Vooral vroeger was ik dat natuurlijk. Heb ik patent nog, ik weet niet hoeveel van die pastel gekocht. Dus van een paars pastel is dat echt wel heel erg mooi. Maar het gaat gewoon niet op of zo. Ik heb hier ook nog een mooie paarse. Van Margaret Aster, apparently. Paars. Hele oude oogschaduw. Vanillekleur en een bruine kleur. Groene oogschaduw. Een paarse oogschaduw. Ik heb veel paars. Daar ben ik ook nu net achter gekomen. Ik heb hier ook de laatste randjes van een wittige. Deze vond ik mooier altijd dan deze. Want dit is echt puur wit. Als ik hem open krijg. Kom op zeg. Dit is een echte witte dus. En dit was altijd wat meer champagnekleurig. Er zit ook een klein glimmertje in. Dus ik vind deze mooier dan die. This sparks joy more than the other. Misschien moet ik hem ook eens uitzoeken. Maar ik ben nog niet zo ver. Ik moet eerst de rest nog doen. Dan heb ik nog Makeup Forever. Makeup Forever is mijn favoriete merk. Jammer dat we het hier in Nederland niet hebben. Dit is dus een flash color. Dit is nummer 19. Ik heb ook nog zo'n color tattoo van de 24 uur van Maybelline. Gewoon wit. En dat doe ik dan ergens onder. En dan blijft de andere shit er maar lekker aan plakken. Oh, nog meer blauw. Ouderwets. Yes. Ik heb ook nog een mooie lichtroze met een donkerroze. Dan nog een roze met een nog lichtere rozere voor een highlight. Ik heb hier zilveren glitter, losse glitter, waarvan ik het idee dus had, daar kan ik wel eerst iets op doen, zoals dat Anne ook net zei, dat je zoiets, zo'n sticky base om maar zo te zeggen, en dan dit erop doen. En weet je wat, in de praktijk, het gebeurt niet. Hetzelfde heb ik dus van een paarse losse glitter eyeshadow powder. Dan heb ik nog van Lancôme, deze is echt ook heel mooi, dus die ben ik super voorzichtig mee. Een mooie lichtblauwe poeder. Zo'n iriserende kleur. Zo mooi. Het is net een soort rainbow butterfly. Sugar. Baby. En ik heb er eentje van Makeup Forever. En wat ik zei, dat is dus mijn lievelingsmerk. Jongens, kijk nou toch zo mooi. Ja, hier moet ik dus echt niet oppassen, want voor die steeds zit alles onder. Goud is wel mijn lievelings. Dit is dus gewoon goud. En die hoort dan dus bij dat andere. En dan is dat zo mooi aan elkaar. Believe me. Dus toen ik eenmaal dat soort shit had uitgevonden, toen ben ik helemaal losgegaan dus met hooggepigmenteerde kleurtjes. Hooggepigmenteerde oogschaduw zoals deze. Ik heb ook een blauwige. Beetje zeeblauw. En paarse natuurlijk, weer paars. Moet wel, hè. En een zilverachtige. Van een ander merk heb ik dan nog een goudgroene. En dan nog een zilverachtige. Hooggepigmenteerde. Ik heb ook zo'n eyeliner gehad waarbij je een soort, ja, lijmlaagje kon trekken. Als eyeliner. En daar heb ik dan dus gouden en groene glitters bij. Dit heb ik wel regelmatig gebruikt, vooral met de kerst. Dan gaan we door naar de eyeliners. Dit is geen eyeliner. Dit is meer een soort tattoo stamp. En dat doe ik dan zo. Et voilà. Dat is een beetje mislukt nu. Wat ik moeilijk moet doen. Maar goed. Ik heb hier een gewone bruine. Niks bijzonders. Gewoon bruin. Een gewone zwarte. Ook niks bijzonders. Zwart. Ik heb een wittige. En ik heb nog een witte en die gebruik ik aan de binnenkant van mijn ogen om mijn ogen groter te laten lijken. Dan een blauwe Bright Kohl. Een groene Bright Kohl. Een donkerblauwe kleur van Maybelline. En dan heb ik zo'n Duo Kohl pencil. Paars aan de ene kant, blauw aan de andere kant. Dit is paars. En blauw. En nog een duo pencil. Een beetje goud. Bruin aan de ene kant. En roze aan de andere kant. Dat is de gouden. En dat is de roze. Super coole kleur groen. Van Gauche. Echt poppin'.
Zoals je wel ziet, die andere zijn allemaal wat rustiger. En dan bam! En de blauwe van Gauche. Deze hier is bijna op. Dat is een kleintje nog maar, zoals je ziet. Maar die is heel erg mooi, dus die blijf ik maar gebruiken. Donkerblauw. Waterproof is die. En dan heb ik nog een paar oogschaduw sticks. Metallic eyeshadow stick. Ik heb hier nog een kool. Oh, deze is ook zo mooi. Een blauwe. Is nog een eyeliner, maar deze gaat weg, zoals je ziet. Die is niet goed meer. Dan ga ik niet eens aan ruiken. Goedendag. Ja, oogschaduw sticks. Deze is ook heel mooi. Heb je een blauwe en een rozige. Aan de ene kant de een en aan de andere kant de ander. Super makkelijk om even gauw een streepje mee te trekken. Hetzelfde geldt voor deze cream eye shade. Verder groen en donkergroen. Hetzelfde geldt voor dit. Beetje licht goud. Deze is heel mooi. Dit is donkergoud met glitters. Deze is gewoon goud, geen glitters. Ik merk het ook van goud aan. Groen, dit is ook een hele fijne. Oh ja, tuurlijk. Dit is tegen puisten, wat natuurlijk voor geen meter werkt. Ik gebruik het bijna nooit. Ik ga hier even naar kijken wat ik deze nog gebruik. Nog zo'n eyeshadow stick. Oh, deze is volgens mij afgebroken. Deze is bijna klaar. En daar heb ik dan een nieuwe, precies dezelfde kleur goud voor gekocht. En dan zijn we door de make-up heen. Hartstikke bedankt voor het kijken van deze video. Vond je dit een leuke video? Klik dan op het duimpje omhoog. Vergeet het niet te delen met al je vrienden. En laat in de comments hieronder achter of dat er nog wel make-up tussen zit. Een palette die jij op dit moment heel vaak gebruikt of zo. En die je echt kunt aanraden. Of zijn er bepaalde beauty producten waarvan je zegt, oh, dit is mijn absolute favoriet. Ik ben super benieuwd. En let's continue this conversation. Ik bedoel, laten we gewoon lekker in gesprek blijven. Want ik vind het hartstikke leuk om met make-up te spelen. Ik heb ook heel veel make-up, zoals je wel hebt kunnen zien. En ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jouw ervaringen. Dus laat het hieronder in de comments weten. En ja, wat vind je van het aantal? Is dat een beetje te doen? Dat zou ik ook graag in de comments willen weten. Hartstikke bedankt nogmaals voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik jou volgende week weer. Doei!